Itzy, hallo, hallo. En vandaag gaan we iets maken, genaamd een scrunchie. En dit zijn de benodigdheden. Een stukje stof van 45 cm of 10 cm. Spelden. Een elastiek van 15 cm. Een stiftje, een stofschaar en veiligheidsspullen. Stap 1. Knip een stukje stof uit van 45 cm of 10 cm. Stap 2 is hier bezig. Speld het stofje op elkaar met de juiste kanten op elkaar. Ja. Zo, de mooie kant moet van binnen zitten, want daarna, als je dat genaaid hebt, moet je dat terug doen. Ja, oké. Als je het gespeld hebt, moet je het aan elkaar naaien. Zo, nu is het genaaid. Stap 4 is dat je het stof helemaal omdraait, dat je de goede kant kunt zien. Oké. Dan gaan we door naar de volgende stap, stap 5. En dan heb je de elastiek en een veiligheidsspeld nodig. Je steekt de veiligheidsspeld door de elastiek. Gaat door je stof en kropt het dan allemaal op. En zo helemaal tot het einde. Als je klaar bent, pak je de twee uiteinden en knoop je ze aan elkaar. Naar de naaimachines. Oké, dan stop je het ene stofje in het andere. En vouw je van het stofje dat er boven zit het een beetje op. Voilà. En dan stop je het onder het naaimachine. Deze scrunchies maken we bij www.madame-tiret.be. Hey!